de Mega Groeps-app. 778, 788, 798, 38.000. Zo staan ze allemaal in hun telefoon. Alle kinderen die in de opvang zitten, zijn allemaal in de telefoon. Oh, dit is echt een goede manier om te kijken hoe het met de kinderen gaat. Nou jongens, nu wachten. Vier jongens die in de opvang wonen, die hadden een goed idee. Een mega WhatsApp groep met daarin alle 50.000 kinderen die in een opvang wonen. Nu konden ze alles wat er in de opvang gebeurde met elkaar delen. Al snel kwamen er berichtjes. Hé, we kregen 1 berichtje. 2, 3. Dat is echt top, man. Ja, man. 4.000. Wiyo, dat is wel veel berichtjes. Wiyo, zoveel. 3.000. 4.000. 5.000. Yo. 6.000. Dat is echt super top. 7.000. 10.000. Wiyo. Het lijkt me goed om een hoofdkwartier te maken. Om andere video's te kijken. Echt een goede idee. Kom, we gaan. Kom. Omdat de jongens superkracht hadden, was het bouwen van een mooi hoofdkwartier zo gebeurd. Gevonden. En ik heb een bericht gekregen uit Nijmegen. Zo, we hebben nu alles opgeschreven. Kunnen we nu de video's bekijken. Hallo, ik ben Ron uit Nijmegen. Ik heb een pleeggezin en ik heb heel lieve ouders. Ik heb ook heel lieve broertjes en zusjes. Hoi. Hoi. Kijk, daar gaat het wel goed, hè? Ja. Kom, we gaan een ander filmpje kijken. Daar hoef je niks aan te doen. Ja. Ja. Wij zijn nu in de tovertuin. We zijn heel blij, want het vergeten kind heeft hier 2 jaar geleden alles opgeknapt. Gelukkig ging het op best wel veel plekken goed. Lieve pleegouders, mooie tovertuinen, die waren gebouwd zodat de kinderen fijn kunnen spelen. Maar er kwamen ook video's binnen van waar het niet goed ging. Hoi, ik ben Lieve en ik woon in het opvangtehuis in Arnhem. Op zich vind ik het hier wel leuk, alleen er zijn deze week al 20 begeleiders geweest. Ik heb niet meer zoveel vertrouwen in ze. Iedereen die roept maar wat en ze beloven het beste. Maar ik vraag me af of ze wel met elkaar communiceren. Meisje, jij daar, kun je even helpen? Oh, dit bedoel ik dus, ik ken haar niet eens. Dit herken ik wel ergens. Ja, dat is wel iets waar we iets aan moeten doen. Of laten we een ander filmpje bekijken. Kijk, we zijn hier in het opvanghuis. We zijn hier heel veel zwervers en ik voel me echt niet veilig hier. Er zijn heel vaak ruzie en ik heb ook vaak slapeloze nachten. Een opvanghuis voor kinderen waar ook daklozen en verslaafden wonen. Dat kon echt niet. De mannen dachten dit met hun superkrachtenpower te kunnen fixen en sprongen in een MGAM. Daar aangekomen gebruikten ze gelijk hun megapower. Kijk, hier is het! Maar het probleem liet zich helaas niet snel oplossen. Het werkt niet. Wat moeten we nou doen? Sam, die altijd veel vriendinnen had, werd gebeld door een goede vriendin. Met Sam. Hey, met Angela, waar blijf jij nou? Hoe bedoel je? Wij hadden toch afgesproken om iets te gaan drinken? Zeg niet dat je die afspraak vergeten bent. Oh, wat stom zeg. Wacht eens. Vergeten. Dat is het. Ik snap je niet. Je bent toch ambassadeur van een vergeten kind? Ja. Ja, dat klopt. Ik ben ambassadeur, ja. Wil je misschien helpen? Want hier zitten kinderen tussen daklozen en we willen hem heel graag helpen. Ja, nee, dat is ontzettend fijn dat jullie je zo willen inzetten. Maar het is wel gewoon zo dat dingen heel veel tijd kosten. Weet je wat? Ik kan misschien wel iets voor je doen. Ik zou jullie in contact kunnen brengen met de directeur van het vergeten kind. Het zou echt geweldig zijn, dankjewel. Dat is heel graag gedaan. Weet je wat, ik hang jou nu op en ik bel hem gelijk. En die afspraak van ons, die komt dan wel een keer. Dag. Eens even kijken. Het vergeten kind. Joep. De vriendin van Sam had een afspraak geregeld bij het vergeten kind. En daar vertelde ze aan de directeur over de mega WhatsApp groep.
Het is een supergoed idee van jullie. Dan kunnen we kijken hoe het met de kinderen gaat en sneller reageren. We zouden zo graag willen dat alles in één keer opgelost is. Jullie kunnen niet alles zelf oplossen. Maar die appgroep, dat is een goed begin. Helaas is er geen superkracht om de problemen in de opvang in één keer op te lossen. Veel tijd en geduld is er nodig. Maar met een beetje hulp van iedereen komen we al een heel eind.